was dat. Zeg, Wendy, ik moest het even met jou over iets anders hebben. Ah. Iets waar de boekjes de laatste paar weken ongelooflijk... Oh nee, daar gaan we weer. Je moet dat, je moet dat eens uitleggen. Ja, nu ga ik hartelijk lachen. Want er is blijkbaar in de jaren 90 iets gebeurd tussen jou en Michel Collet. Ja, nee, wel, ik ga het nu keer goed uitleggen. Ja, leg het en ga niet knippen of zo. Nee. Ja, want er zijn sommigen die dat durven doen. Hè. Ja, maar ik denk dat Willy is daar zelfs getuige van. Ja. Het was zo gebeurd dat, dat ik uitgenodigd was. Willy had een cd-voorstelling. En dat was met vliegtuig één dag naar Rome. Rome, ja. Klopt, hè, Willy? Klopt. En Michel was daar ook bij. Michel Follet. Ja. En dus ja, wat gebeurde? We kregen een rondleiding ook. En we zijn ook aan de Fonteinen van Trevi beland. Mm-hmm. En wat is er daar gebeurd? Ja, iedereen smijt daar een centje in. En Michel stond naast mij en heeft dat ook gedaan. Ja, was dat dan het romantische moment? De romance die wij zo gezegd... Maar jullie zijn samen wel in het vliegtuig gestapt en zo van de grond gegaan. Kijk, maar dat zeg jij nu, hè? Dat heb ik nooit gezegd. Ah, ja, maar nee, maar... Trouwens, ik ben opgebeld geweest. Maar om het hele verhaal kort te maken, nee. Ik vind het een schat van een man, Michel Follet, maar nee, ik heb andere... hij heeft het me ook verteld. Maar je was er ook heel van aangedaan, want dat was niet de bedoeling. Maar kijk, we zijn... Maar het heeft een heel leven gehad. Hoe dat komt, ik weet niet, krijg je alle aandacht. En ik moet ermee leren leven, hè. Willy, wij hebben toch ook nooit niets gehad, hè? Nee. Al denken de mensen dat? Alleen is in je ogen gekeken. Ja, de rest heb ik, en een beetje dieper, maar dat mocht een keer. Zeg,